Goedemorgen allemaal. Mooi dat ik hier sta vandaag. Toen ik hier vanochtend naartoe reed, bedacht ik me eigenlijk wat voor bijzonder evenement het eigenlijk is. In een klein Brabants dorp, zo'n mooi werelds initiatief. Een mooie paradox. En daar houden wij van. Ik sta, net zoals Herman vanochtend al aangaf, ook niet helemaal zonder spanning hier. Want wat dichtbij je staat, dat maakt je ook het meest kwetsbaar. Ik ben voor slotverrekening ook maar gewoon een gewone jongen uit Lieshout. Ik heb een vraag. Hoeveel familiebedrijven denken jullie dat er in Nederland zijn? 225.000. 275.000 familiebedrijven zijn er in Nederland. En die hebben totaal, samen, maken die ongeveer 53% van het bruto nationaal product in Nederland. En ongeveer de helft van de werkgelegenheid komt van al die 275.000 familiebedrijven. Als je dan bedenkt dat slechts 30% van die bedrijven de eerste generatiewissel overleeft. Slechts 13% overleeft de tweede generatiewissel. En maar 3% komt tot de derde generatiewissel. Ik ben zelf van de zevende generatie van een familiebedrijf. Maar voor mij betekent familie veel meer dan alleen die paar mensen met die achternaam. Want iedere medewerker is familie. De uitdaging van vele bedrijven, maar ook van familiebedrijven en zeker van familiebedrijven, is niet het opstarten van een bedrijf, maar juist de toekomst bestendig maken van het bedrijf. Als je alleen al in onze sector kijkt, 10 jaar geleden waren er 12 brouwerijen in Nederland. Dat zijn er nu meer dan 600. En dat zijn bijna allemaal familiale craftbrouwerijen. De gemiddelde levensduur van een bedrijf in de jaren 50 was 56 jaar. Als je nu kijkt, is dat maar 15 jaar. En over een paar jaar zal dat teruglopen naar 5 jaar. En dat is niet eens één generatie, bij lange na niet zelfs. Zelf ben ik geboren in een echt familiebedrijf. En toen ik vroeger bij mijn ouders in de tuin speelde, was het met kratten bier in plaats van met Lego-blokjes in de huiskamer. Samen met mijn broer en zus. Tijdens de schoolvakanties, toen ik een tiener was, toen ging ik natuurlijk al op een vakantiebaantje. Dat begon ik als heftruckchauffeur. Het jaar daarna ging ik achter de pasteurisatiemachine staan. Toen werd ik bijrijder in de horeca. Vervolgens werkte ik in de administratie op de economische dienst. Naar het kantoor in Engeland. En zo ben ik mijn hele jeugd doorgekomen. Op mijn 14e ging ik al voor het eerst met mijn vader op reis naar het buitenland, naar Spanje, Italië, Frankrijk. En zat ik naast hem tijdens onderhandelingen met hele grote retailers. Het bier en het ondernemerschap is met de paplepel ingegoten. En eeuwenlang was eigenlijk het bedrijf een soort nevenactiviteit van een boerderij. We waren eigenlijk boer. En zo zijn ook de meeste brouwers begonnen in die tijd. En van oorsprong dus echt een boerenbedrijf. En die nuchtere aanpak, die zit nog steeds in ons DNA. De boerenslimheid ook trouwens. Want wij zeggen zelf eigenlijk altijd, wij hoeven niet de grootste te zijn. We hoeven ook niet de sterkste te zijn. Maar we willen wel graag de slimste zijn. Het is namelijk David in de wereld van Goliath. In onze wereld. En als familie durven we veel samen. Als ik terugkijk naar de vierde en de vijfde generatie, dat was de generatie van mijn overgrootvader en zijn 3 zonen. In 1924 bouwde hij samen met zijn zonen een nieuwe brouwerij in Lieshout. En dat werd een pilsbrouwerij. Voor die tijd dronken wij in Nederland geen pils, maar dronken we donker bier zonder schuimkraag, zonder koolzuur. En toen investeerde mijn overgrootvader al zijn centen in 1 nieuwe brouwerij en sloot de andere brouwerij. En dat werd uiteindelijk de reden waarom we succesvol zijn geworden. Door innovatie. Omdat hij voorzag dat de consumenten naar een ander product gingen. En vandaag de dag kunnen wij ons niet meer voorstellen dat pils is verdwenen in het bierlandschap. Dan kijk je naar de 6e generatie. Mijn vader Peter, zijn broer Fons, die reden gewapend met een tourguide en de laatste voetbaluitslagen naar Italië. En ze verkochten begin jaren 70, na een week door Italië getrokken te zijn, 1 vrachtwagen met bier. Dat was het begin van onze export.
En heet het vandaag is Italië een van onze grootste exportmarkten. 80% van alles wat we doen gaat naar het buitenland inmiddels. Door die ene vrachtwagen met bier die in begin jaren 70 werd verkocht. Later gingen zij naar Nigeria toe. En toen ontdekten ze daar dat de mensen geen alcohol mochten drinken vanuit hun geloofsovertuiging. Dus belde mijn vader zijn neef Wimswinkels op en zei, kun jij een alcoholvrij bier maken? Hij had het eigenlijk al verkocht. En toen belde hij zijn neef op. En toen zei zijn neef, ja hoor, dat gaan we doen. En dat is het begin geweest van alcoholvrij bier. Daarmee de grondleggers zijn geworden in de wereld van alcoholvrij bier. En dan de zevende generatie, mijn generatie. Ook wij hebben natuurlijk die eigenzinnigheid meegekregen vanuit de voorgaande generaties. We hebben gewaagde overnames gedaan. We hebben geïnvesteerd opnieuw in alcoholvrij bier, terwijl het segment helemaal op sterven na dood was. En we zijn vanaf nul af aan begonnen met een nieuwe brouwerij in Ethiopië. En ik hoop ook dat as we speak wij geschiedenis kunnen gaan schrijven voor de volgende generatie. Want iedere generatie voegt iets toe. Er zijn inmiddels meer dan 200 familieleden betrokken bij het bedrijf. Maar zoals ik al eerder zei, het bedrijf bestaat in feite uit 1800 familieleden, medewerkers. En we bouwen samen aan het erfgoed van de familie. En we brouwen en bouwen samen. Tot zover het goede nieuws. Want laat ik eerlijk zijn. Een familiebedrijf is niet altijd een zegen. Soms kan het ook een vloek zijn. Want vele familiebedrijven hebben eigenlijk dezelfde uitdaging. Want hoe breng je in godsnaam je bedrijf succesvol van de ene generatie naar de andere generatie? Hoe zorg je ervoor dat je kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen genieten van jouw erfgoed? En hoe hou je iedereen betrokken, zeker als je met zoveel bent, zoals bij ons? En hoe zorg je ervoor dat je het lef blijft houden om ook zonder het over elkaar heen te struikelen succes te krijgen? En wat maakt een bedrijf überhaupt toekomstbestendig? Dat geldt niet alleen voor familiebedrijven. Zelfs als het business model en de totale marketingmix van je bedrijf helemaal klopt, dan nog zijn er twee redenen waarom een familiebedrijf ter ziele kan gaan. De eerste reden kunnen we weinig aan doen, dat is de fiscaliteit. De andere reden is oneenigheid in de familie. Wees gerust, ik ga vandaag niet over belastingen praten. Want we hebben op Prinsjesdag toch wel meer gemerkt dat onze regering wederom geen beleid voert op de continuïteit van het familiebedrijf. Er valt dus weinig nieuws te melden. Die oneenigheid in de familie, dat is eigenlijk de bottleneck voor menig familiebedrijf. Want de familie is uiteindelijk de grootste kracht in een familiebedrijf, maar ook de grootste uitdaging. 6 maanden geleden werd ik zelf benoemd tot CEO van het bedrijf. En ik heb dat moment aangegrepen voor die tijd om eens goed na te denken en vooral eens achterom te kijken en om me heen te kijken. En ik stelde mij precies die vragen die ik u nu net zei. Ik heb de rust genomen om daar eens goed over na te denken en eigenlijk kwamen er een aantal dingen bij mij naar boven. Wat mij met name naar boven kwam is dat succesvolle bedrijven bij uitstek bedrijven zijn die zich weten aan te passen aan een nieuwe realiteit. Constant weten aan te passen. En zich constant zichzelf weten te vernieuwen. Dat zijn de meest succesvolle bedrijven. Je zit in feite in een constante transformatie. Ik geloof dus niet in bedrijven die korte termijn een grote verandering van A naar B doormaken. Maar ik geloof in een succesvolle, lange termijn strategie waarbij je in constante vernieuwing en transformatie zit als bedrijf. Je adopteert nieuwe technologieën. En je zet je financiële kracht op een slimme manier in. Bedrijven die durven te investeren in innovatie, weten dat binnen 3 jaar het een substantieel deel van je omzet kan zijn. En zo keek ik zelf ook altijd naar ons bedrijf. We zijn groot geworden door oude gewoontes los te laten. Kijk bijvoorbeeld naar die overgrootvader van mij, die een compleet nieuwe brouwerij bouwde in 1924. Hij durfde het risico te nemen om een totaal nieuw product te introduceren wat niemand nog kende in Nederland. En ja, daar is natuurlijk die familie, maar vooral altijd de focus op de markt, de doelstellingen, de resultaten en de discipline. En als je aan mensen in het bedrijf zou vragen, zeg eens iets over die peer, dan zullen vele mensen zeggen,
Een enorme dossierkennis. Hij kent elk cijfertje tot achter de komma. Ik ben niet voor niks econometrist. En een enorme vastbijter. Zeker als het moeilijk wordt. En ik deed dat vanuit de overtuiging dat de juiste focus binnen de business uiteindelijk leidt tot resultaat. Maar ik kijk nu, daar nu toch anders, iets anders tegenaan. Want in die end gaat het niet alleen om die zakelijke gedrevenheid. Het gaat bij alle succesvolle bedrijven juist om de familie. En dan bedoel ik dus niet in de letterlijke vorm van het woord. Het gaat over alle medewerkers en familieleden. Het gaat om familieleden in de zin van een loyale en veilige omgeving, waarin iedere medewerker kan floreren, waar iedere medewerker iets kan bijdragen. Een sterke familie is allesbepalend. Het kan dus de kracht zijn van ieder bedrijf en gaat voorbij aan die doelstellingen, de marktomstandigheden en die discipline. Want een succesvol businessmodel bouwen is eigenlijk niet de kunst. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin medewerkers een werkelijke bijdrage kunnen leveren. Het gaat dus om de empowerment in ieder van ons. En als je die empowerment hebt en dus het vertrouwen in ieder individu, dan helpt het ook om relaties te bouwen. En daar hoort ook bij dat je fouten mag maken, want niemand is perfect in een bedrijf. En het gaat erom dat je eerlijk bent over de dingen die je doet en leert van de fouten die je maakt. En daarnaast, in de Nederlandse cultuur hebben we nog een extra uitdaging, want wij verheffen kritiek vaak tot een kunst. Maar het gaat er juist om in een bedrijf om successen ook met elkaar te vieren. Als ik naar mijn eigen loopbaan kijk, de afgelopen 15 jaar, dan heb ik zelf ook momenten gekend waarin ik geen vertrouwen had of geen vertrouwen voelde. Bang voor wat anderen zouden gaan zeggen. Bang voor reacties die ik zou krijgen op het moment dat ik weer met een of ander gek plan op de proppen kwam. En ik kan u vertellen, dat is geen fijn gevoel. En op dat soort momenten, geloof me, ben je zelf ook niet op je best. Want uiteindelijk wil je het geluk bij mensen naar boven halen, door vertrouwen te geven. Amerikaans onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat gelukkige mensen, gelukkige medewerkers, 43% meer productief zijn dan ongelukkige mensen en medewerkers. Als je kijkt in Nederland, en dat vind ik echt stuitend, de helft van de Nederlanders vindt hun werk überhaupt maar de moeite waard. Ik zou heel graag een vraag willen stellen, dan kunt u uw hand omhoog steken. Wie van jullie kent iemand die ooit in uw omgeving een burn-out heeft gehad? Alle handen gaan omhoog. Is toch ongelooflijk? Sinds 2012 is het aantal burn-outs volgens het CBS verdubbeld in Nederland in het bedrijfsleven. Wat mij betreft is dit de kwelgeest van het bedrijfsleven geworden. Bedrijven zijn verworden tot KPI-machines. Bedrijven zijn verworden tot managers die op basis van getallen en KPI's het bedrijf aansturen. Maar de factor mens zijn we aan het vergeten. En dat baart mij echt zorgen. Ik vind dat alle CEO's de verantwoordelijkheid hebben om hier iets aan te doen. En ik geloof er zelf in, van hard werken wordt helemaal niemand ongelukkig. Maar je wordt wel ongelukkig van werken in een ongezonde omgeving. Een onveilige omgeving. Wat betekent dat, een ongezonde en onveilige omgeving? Dat is een omgeving waar veel geroddeld wordt. Te hoge werkdruk is. Onrealistische doelen worden gesteld. Er geen waardering of erkenning is voor je mensen. Politiek in het bedrijf. Achter de rug omwerken. Krijgen mensen stress van. En als je dan bedenkt dat je een groot deel van je leven spendeert op het werk, dan wil je niet de hele dag druk maken over alle kritieken die anderen hebben en wat je baas ervan vindt en je collega's allemaal doen om je achter je rug om. Zonde van je tijd en alle energie. En dat gevoel neem je ook mee naar huis. En dat blijft lang gisten, kan ik als brouwer wel zeggen. Dan zult u zich afvragen, wat doet die peer dan zelf in zijn bedrijf hiervoor? Om die goede werkomgeving te creëren. Ik zeg er meteen bij, we zijn er nog lang niet.
Maar ik heb bijvoorbeeld een paar maanden geleden iets geïntroduceerd. Dat heet de Brewtalk in het bedrijf. En de Brewtalk is een livestream die ik op één locatie in het bedrijf doe. En die gaat naar alle medewerkers toe, op alle locaties, op elke plek ter wereld waar ze zitten. En wat ik dan doe is, neem mensen mee in waar we staan en ik vertel ook waar we naartoe gaan als bedrijf. Maar dat is niet het belangrijkste. Het allerbelangrijkste van die Brewtalk is dat ik een moment heb om mensen voor alle collega's in het zonnetje te zetten. Mensen die een kleine of grote prestatie hebben geleverd, die worden door mij naar voren gehaald, want ik wil dat mensen gezien worden. Neem bijvoorbeeld Marion en Sandra, twee productieplanners hier in de brouwerij in Lieshout. De zomerperiode is voor ons altijd een grote ramp. Mensen zijn op vakantie, onze medewerkers, er komen uitzendkrachten, de productie draait nooit goed. Marion en Sandra hebben er dit jaar voor gezorgd dat we een geweldige personeelsplanning hadden en daardoor onze productieapparaat als een zonnetje liep. Dat mogen mensen zien en weten. Of neem Peter en Willianne. We hadden jarenlang een geschil in Albanië op een merkinbreuk. En zij hebben dat na jaren vechten opgelost. Ik wil dat een ieders bijdrage gezien wordt. Het grootste gevoel van vertrouwen kun je krijgen, wat mij betreft, als je te midden van je collega's een risico durft te nemen, terwijl je weet dat anderen er anders over denken. Dat is pas echt een teken van vertrouwen. Want geloof me, ik ben geen man van compromissen. Ik geloof niet in compromissen in een bedrijf. Want op het midden van de weg heb je de grootste kans om aangereden te worden. In 1989 viel de Berlijnse muur. 1 miljoen Russische soldaten die allemaal in Oost-Duitsland zaten, moesten terug naar huis, naar Rusland. Ze hadden geen geld, ze hadden geen werk. En wij zagen dat als een kans om met die mensen bier te gaan verkopen in Rusland. Dat was natuurlijk ook een enorm risico, want zouden we ons geld überhaupt ooit krijgen? En voor we het wisten, stonden er honderden containers met bevroren bier midden in de winter aan de Russische grens. Ik kan u vertellen, daar kun je niet veel meer mee. Later bedachten we ons overigens dat je daar ook ijsjes van had kunnen maken. Rusland is heden ten dagen nog steeds een van onze belangrijkste markten. Waarom? Omdat we het er ooit op durfden te wagen. Want you cannot win if you don't dare to lose. Ik sta nu zelf aan het begin van mijn reis. En ik weet al, het wordt een reis waar ik ga vallen en ga opstaan. Een familiebedrijf, kan ik u vertellen, heeft een lang geheugen. En dat is natuurlijk heel mooi, want je hebt een common ground. Maar emoties blijven ook lang hangen. Daarom staat voor mij een gelukkige familie voorop in alles wat we doen. Familieleden en medewerkers. Want ik geloof dat het onze business echt verder brengt. De uitdaging voor mij wordt om het bedrijf op een succesvolle manier over te brengen naar de 8e generatie. En dat zijn meer dan 120 familieleden. Die ziet u hier achter mij staan. En ik hoop oprecht dat ze ons gaan overtreffen. Omdat ze het vertrouwen krijgen en dat ze het gevoel krijgen dat ze risico's mogen nemen. Samen liefst natuurlijk, met een grote glimlach op het gezicht. Want als het alleen over geld gaat, dan ben je verrekkers arm, zoals we hier in Brabant zouden zeggen. Wij hebben allemaal die taak om die glimlach naar boven te halen, als leiders van het bedrijf. Want het gaat om mensen en hun persoonlijke drijfveren. Weet jij bijvoorbeeld van jouw collega wat hem werkelijk drijft om iedere dag naar het werk te komen? Weet je eigenlijk wat jouw collega het liefste zou veranderen in het bedrijf? En weet je of hij of zij werkelijk blij wordt van zijn werk of haar werk? Als je het niet weet, vraag het eens. Want ik wil die 1% zijn die het familiebedrijf gaat overgeven aan de 8e generatie. Sterker nog, ik wil graag die 0,25% zijn die het gaat brengen tot de 9e generatie. Ik hoop dat ik dat nog mee mag maken. De oudste van de 9e generatie is 3 jaar. En dan sta ik zelf vast aan de zijlijn het allemaal beter te weten. Ik wil graag een familiebedrijf achterlaten voor de volgende generatie. Voor familieleden en voor medewerkers. Dat is mijn missie en mijn bijdrage aan de geschiedenis.
Want de kunst is om van je bedrijf een familie te maken. Ook bij een familiebedrijf. Dank u wel.